Momenteel zit ik in de huifkar. Die zal mij brengen naar Koen Pilot en Jan Snellaars. Dit zijn twee heren die woonachtig zijn in Es en die al 25 jaar lang de Jeu de Boule toernooien hier in Es georganiseerd hebben. Instappen. Ik ga instappen. Dan kan ik uitstappen. Fijn. En waar gaat uw reis naartoe? Naar het centrum, hoop ik. En waar gaat u dan spelen? Ik heb geen idee. Geen idee. Nee. Mag ik vragen wie vandaan komt? Uit Zeist. Uit Zeist. En u vindt het de moeite waard om helemaal uit Zeist hier in het Essen, Brabantse Essen, te komen, Jeu de Boule? Ja, natuurlijk. Ja. Wat vindt u daar zo bijzonder aan? Nou, het is gewoon een evenement zo allemaal op al die straatjes en pleintjes en bij mensen op het laantje. En bent u wel vaker hier geweest? Nee. Dus dit is voor u de eerste keer? Ja, voor mij de eerste keer. En wat vindt u ervan? Ik vind het geweldig. Leuk om te horen. En dames, bent u al vaker hier geweest? Ja, ik ben al vaker hier geweest. Ja, hoeveelste keer? Ja, ik denk dat het de zesde keer is. De zesde keer. Ja. En wat vindt u ervan dat de heer Pilot en de heer Snellaars... Ontzettend jammer dat ze ermee stoppen. We hopen dat de andere mensen het overnemen en dat het doorgaat. Nou, ik zal u beloven dat ik mijn best zal doen om ze te pushen. Heel graag. Oké, dankjewel en nog een heel fijne dag verder. En wie weet misschien wel de winnaar. Zo is het. Mag ik ook iets vragen? Jij rijdt de hele dag op en neer met jouw trekker en de huifkar. Hoeveel ritjes maak je op een dag? Veel. Veel? Heb je nog niet geteld? Nee, telde niet. En steeds andere mensen in de huifkar. Ja. Hoe is de stemming? Goed. Ja, enthousiast? Ja. Allemaal. Nee, geen gemopper? Geen gemopper. Dat mag ook niet meer, dit mooie weer. Nee. Ik zou zeggen, breng je klanten weer naar de volgende stek. Dat doe ik. Succes ermee. Oké, doe. Mag gewoon naast staan. Kijk alleen al deze mooie pad net weer. Ik snap nou dat mensen hier komen Jeu de Boule. Ik kan het me heel erg goed voorstellen. Maar om helemaal uit Zeist te komen en dan hier te zitten. Maar ik vraag me eigenlijk af, Chris, hoe is die bekendheid? Schrijven ze clubs aan? Of hoe bereikt nou iemand in Zeist het bericht dat hier een Eske Jeu de Boule wordt? Ik denk dat we dat dadelijk weten komen met Jan en met Koen. Dan zullen we die vraag later aan hun voorleggen. Ik hoop dat we ze hier aankrijgen. Anders dan hebben we... We moeten weer in die hobbelkaart terug. Dan denk ik toch dat we de benen wel aangenomen. Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. Even kijken. En we zouden in de schuur zitten. De deur is open. Eens even kijken. Of we ze hier kunnen aantreffen. We hebben hier wel een bar. Dat is al heel belangrijk. Oh. Hallo. Ja, tref ik hier Koen Pilot en... Ron is hier weg, is net vertrokken. Ah, dat meen je niet. Ja, tref ik hier Koen Pilot en... Ron is hier weg, is net vertrokken. Ah, dat meen je niet. En je weet niet waar hij heen is. Ik denk terug naar de voorkant. En Jan Snellaars ook mee? Allebei samen. Nou, dan denk ik dat we eens een pintje pakken, jongen, voordat we teruglopen. Denk dat we dat wel verdiend hebben. Lekker pintje. Zingen. Wat? Zingen? Zingen, ja. You're from England. Yes. From England. Yes. I've heard that there were a lot of people coming from Australia and Canada. We've never been from there. No. How is possible that you come to Es and play Jeu de Boule?
Because we have good friends in Holland. From Holland. Yeah. Friends in Holland. Friends they come in Holland. To England. Yes. And we come here. Haha. So and you will have invited them. Yes. And we you have invited them at our home. They sleep at our home. And every year, or it's the first one? No. 12 years. 12 years? Yes, 12 years. You played 12 years here on Ashio de Boel? Oh, wonderful. One day we win. I hope. Nou jongens, u ziet het, we hebben zelfs gasten uit het buitenland die al 12 jaar lang hier in Ashio de Boel mee komen spelen. Nog nooit gewonnen? You never win? Second one. In the final. I hope you're not the first one this day, because I hope that S is winning. We go now. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye. Go on. Go on. Oké. Twee smaal blauw. Ah, jongen. Twee smaal blauw. Hoe is hij? Twee smaal blauw hier. Ik ben toch een vent. Weer een spaatje blauw of weer een glaasje bier? Nee, heb je een microfoon al aanstaan? Hij staat nog aan. Ik ga gewoon verder. Nee, een glaasje bier. Een glaasje bier. Wil je grols of wil je dommels? Nou, doe maar grols. Doe maar grols. Ja, alsof het, weet je wel, zo van vooruit te maken. Het is niet anders. Nee, dank u. Ja, maar dat is mijn worst. Ik bedoel, dat geef alles weg hier, hoor. Ja. Ik ben er vaak geweest. Ja. Is meer aan helemaal uit. Deze heren die komen helemaal uit. Deze heren komen alleen maar uit. Ja, staat hij aan? Deze heren die komen helemaal uit. Pijnakker. Voor degene die in Brabant niet weten waar het ligt, dat ligt bij Delft ongeveer, Den Haag. En die denken dat ze voor het boelen zijn gekomen, maar die vergissen zich waarschijnlijk in de duurte van de lunchpauze. Want ze zijn niet even over eens of het nou een half uur of een uur is. Het is lang. Langer? Anderhalf uur. Wat voert u vanuit Pijnakker naar helemaal naar hier? Ja. Hallo. Gezelligheid. Ik ben alweer, ik kan niet voor je bezig lopen. Oké. Gezellig dagje, hè? Gezellig dagje. Maar hoe bereikt u nou het bericht dat hier gezeten boeld wordt? Dat vroegen wij als hij onderweg. Dat moet je wel. Als je jaren met wel eens onderweg bent met boeren, dan kom je steeds meer ter oren. Ja? Van praten onder elkaar, met mensen onder elkaar, dan... Maar het is dus niet zo dat bijvoorbeeld vanuit S clubs aangeschreven worden met de mededeling van Patrick Zuiderboel. Want wij zijn zelfs een vriendenclubje van een man of 16 die onder elkaar een beetje boelen bij iemand in de schuur thuis. En van daaruit gaan we een beetje ballen gooien, een gezellig dagje uit. In het Westland zitten wel veel zwarte verenigingen. En dan hebben ze altijd in zo'n week braderie en dan zit er altijd een boeldag bij. Ja. En van daaruit, al pratende, kom je steeds... Ja, dus het is eigenlijk mond-op-mond reclame. Ja. Leuk. Maar we zoeken het altijd wel. We hebben altijd wel een open oren voor. Voor die leuke, maar bijzondere dagen. Ik wou net zeggen, is het dan meer voor de gezelligheid? Of is beide. Het dan... dat is een goeie. Houden we erin. Ja, sportieve dagje, boelen en een beetje bier. Nou, het langste vol, jongen. Ja. Dat vinden wij, hè. Ja, maar waarvoor moet je hier anders kunnen maken? Ja. Ja. Die ook niet verloren, Robin? Nee, hè? Nee. Dit, dat is een microfoon. Ja, en dan kan je, als je dus iets aan... Dan kan je met mensen praten. En dan, die meneer die daar staat, die neemt alles op, die filmt alles. En dan horen de mensen, als er uitgezonden wordt, kunnen de mensen horen wat jij gezegd hebt. Daar is die voor, dat is een microfoon. Nee, ik word echt te praten. Nou, zeg maar. Hallo. Goed zo, hallo. Zeg maar hallo mensen in de S. Hallo, mensen in de S. Goed zo, daar is hij voor. Hè? Hallo, mag ik u iets vragen? Ja. Ik zie aan uw shirt, aan de achterkant, dat u helemaal komt uit Hellevoetsluis, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. En voor de eerste keer hier in Ashio de Boel? Nee, we hebben 3 jaar geleden dat voor de eerste keer gedaan. 3 jaar geleden. En wat vindt u nou zo leuk om naar Ashio te komen op de Ashio de Boel? De hele... entourage, de gezelligheid en als het kan het mooie weer. Dat hebben jullie in de hand maar vandaag. Nee, dat is waar. Ja.
We hebben dan ook, in eerste instantie waren we lid van een boelvereniging. En nu hebben we als naturistenvereniging Hellevoet Sluis ons opgegeven met 4 doubletten. Erg leuk. En iedereen heeft het naar zijn zin. Hoe is de stand? Oh, de stand is niet zo belangrijk. 1 verloren, 1 gewonnen. Kan alle kanten nog uit. Ja, we komen voor de gezelligheid. Oké, okay, dankjewel hoor. En heel veel succes nog. Dank je. Oké, okay, daar. Ja. Het waren dus eerst eigenlijk inderdaad Zeudeboelers, maar... Essenaren. Essenaren, hé. Hey. Kom, doen ook Essenaren mee? Ja, natuurlijk. Deze twee schone dames. U bent? Anouk van Zandbeek. Anouk. Gebi. Gebi. Broeders. We hebben al 1 keer gewonnen met 13-8 en 1 keer verloren met 13-0. En wat biedt dat nog voor de rest van de dag? Gezelligheid. Geen finale, geen finale plaats zit er niet in, dames. Nee, net niet. Nou, ik denk dat de gezelligheid misschien wel net zo belangrijk is. Hij is al leeg. Is hij al leeg? Nou, bij planten maar kunnen we hem vullen. Ja, oh, dan gaan we ja doen. Hey, succes hè. Doei. Maar kom op. Ja, maar daar staan we. Ja, het is hier zwaar gezellig. U net praten en ik ving zoiets op dat u misschien wel uit België ja, komt. Inderdaad, ja. Inderdaad. En ja. Van waar uit België, als ik vraag? Van mag? Antwerpen. Antwerpen. We zijn van een randgemeente van Edegem. Aha. Een randgemeente van Antwerpen. En u bent een. Wij zijn samen. Ja. Ja. En is het de eerste keer dat u hier? Nee, wij komen de derde maal. De derde maal. Ja. En als het aan u ligt, komt u nog een keertje terug? Zeker en vast. Ja, ja, zeker ja, ja, en vast. Absoluut. En wat trekt u nou om hier zo naar het Essen te komen? Omdat het. Ten eerste omdat er geen geld aan te pas komt en omdat het echt voor te petanken is. Ja, ja, echt. Ik ben voorzitter van een petankclub en wij komen met z'n 16 zijn wij hier. Ja, en waarvoor blijft u? Wij blijven nog slapen met nog 4, maar de rest gaat allemaal terug naar huis. We hebben een bus gehuurd. Aha. Met een bob. We hebben een bob, hè. Oh, een bob. Ja, we hebben een bob. Ja, iemand anders. Ah, goed zo, goed zo. Want bier moet op toch nog een glas drinken. Ja, nee, we hebben een bob, hè. Een pintje en een pintje. Ja, ja, ja. Maar wij komen hier graag. Het is heel plezant. Ja, het is plezant. Het is hier rustig vooruit. Rustig, ja, ja, ja. Echt onthaasten, hè. Echt onthaasten. Nou, misschien moesten we maar eens meer van die dagen inlassen. Ja, ja, dat vind ik wel. Ik hoop dat echt volgend jaar nog voortgaan. We zullen ons best doen. Ja, ik heb er wel voorgesteld, alleen dat zou toch wel doorgaan, blijkbaar. We moeten ons best doen. We waren zelf aan het proberen, zouden we dat bij ons niet kunnen organiseren? Ja. Dan nodigen we uit. Oké, okay. Dankjewel voor ja, de uitnodiging. Heel veel succes. Ja, dag. Dag. Ja, leuk hè? Maar wat me wel opvalt, Chris, is toch wel dat het de meeste mensen het echt voor hun gezelligheid, de gastvrijheid. De meeste mensen dus toch wel voor de gezelligheid en het spel is ook wel belangrijk, maar bij iedereen voert toch eigenlijk de boventoon is toch wel met name de gastvrijheid en de gezelligheid. Ik vond die laatste opmerking van het kost niks, dat vond ik ook wel een aardige. Ja, en daarvan een Belg. Hè? Terwijl uiteindelijk de Nederlanders toch bekend staan om het feit dat ze dus eigenlijk op de centen zitten. Nou, mag ik vragen waar u vandaan komt? Wij komen uit Pernis. Pernis. Dat is een stadje onder Rotterdam. En je bent helemaal uit Pernis afgereisd naar het Brabantse. Klopt, dat is een en wat is de motivatie? Omdat het hier gezellig is. Omdat het gezellig is. De gezelligheid, dat is zo geweldig hier in Brabant. Maar u gaat niet voor het winnen? Jawel, toch we gaan altijd voor het winnen. Ja, ja. Is toch logisch? En zit het erin dat u wint? Je speelt het spel om te winnen. Ja. Het zit er, nou het hangt er een beetje om. Het hangt er een beetje om. Je moet twee partijen doen, dus... Ik ben benieuwd of ik u op het erepodium zie. Maar ik denk als je daarmee doorgaat... Dat de ballen de andere kant op gaan rollen. Je moet een ander ook een kans geven. Nou, dat vind ik sportief. Oké. Okay. Dat vind ik hartstikke sportief. Heel veel succes en wie weet. Dank u wel. Succes ermee. Dank u wel hoor. Doei. Ja. Maar ja, dat is toch wel jammer, Christa. Nou, die kar er eigenlijk aankomt waar niemand in zit.
Dan hadden wij die paardenwagen kunnen nemen, hadden we onze benen kunnen sparen. Maar goed, dan hadden we niet al deze leuke mensen ontmoet. Kijk hier. Wat hebben we hier? Iedere boom heeft hier een stekertje. Een groen lint. Ik zoek voor mijn wortels onderdak en steek de rest de wereld in. Er zijn plannen om deze gezonde boom te rooien. Vindt u dat ook onnodig? Handtekeningenlijst op nummer 48. Nou, dat is toch wel leuk dat hier mensen de gelegenheid te baat nemen om aandacht te vragen voor de bomen die hier staan. Ook met zo'n dag als Jeu de Boule, waarin toch heel veel mensen hier langs deze bomen lopen. Leuk om te zien dat mensen op deze manier ook actie ondernemen. En ik vind dat ook moet kunnen. We zullen eens kijken wat er op deze boom staat. Populieren zijn na 15 jaar kaprijp. Linden na 500 jaar. Er zijn plannen, wederom, om deze bomen te rooien. Heb je nog geen tekenpas? Nou, we gaan de mensen zoeken, of niet? Dat lijkt me ook. Wie dus eigenlijk die bordjes opgehangen hebben. Ze zijn allemaal groen. Ja. En ze zijn versierd met een groen lint. Kurtjes BV draagt met door hun zelf ontwikkelde waterreinigingsmachines en grondwasinstallaties een flink steentje bij aan het behoud en de bescherming van onze mooie en waardevolle natuur. Dit van oorsprong Essen bedrijf, met allen enthousiaste medewerkers, zorgt ervoor dat ons vuile water weer helder wordt en het verontreinigde zand weer de echte zandkleur krijgt. Kurtjes BV uit Hedel staat voor kwaliteit en garantie. Overweegt de verkoop van uw woning? U heeft uw ideale woning gevonden? U heeft behoefte aan een duidelijk advies over financiering? U wilt een taxatie laten uitvoeren? Praat dan eens met uw plaatselijke makelaar. Hij geeft zijn kijk op uw wensen en schakelt, indien nodig, andere deskundigen in. Het uiteindelijke doel is dat u zelf op basis van onderbouwde en betrouwbare advisering een verstandige beslissing kunt nemen. Een beslissing waar u een goed gevoel over heeft. Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Belt u daarvoor met 60 41 60. Makelaardij Bureau Reel, Leunensdijk 41C in S. Uw partner in onroerende zaken. Bezoek u ook onze website www.makelaardijreel.nl. Deuren slaan voor u open bij rijwielhandel Jack Leijten in Bokstal.
Groot, klein, dik, dun kan hier terecht om een keuze te maken uit het grote assortiment sportieve en recreatieve fietsen. Iedereen met een grote of een kleine beurs kan hier terecht voor zijn tweewieler. Inclusief advies, garantie en service natuurlijk. Dit geldt niet alleen voor de nieuwe fietsen, maar ook voor de fietsen afkomstig van het afdeling tweedehands. Niet alleen uw fiets is mooi en veilig, want na een bezoek aan de afdeling kleding en veiligheidsartikelen kunt u zelf ook mooi en veilig op weg. U kunt ook terecht voor fietspompen, sloten, stoeltjes, tassen, noem maar op. Alles wat met de fiets te maken heeft, is hier aanwezig. Dus loop eens binnen bij fietshandel Jacques Leijten in de Molenstraat in Bokstel. Want dat is een zaak vol fietsplezier en met dat plezier zullen zij u dan ook graag helpen. Beste kijkers van Loes, hier zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Bloemetje van de Maand. De vakantie is voorbij voor velen en dus we gaan weer met volle zin er tegenaan om de bloemen en de heerlijke taart weg te brengen. De bloemen uiteraard van Marimba uit Bokstel en de heerlijke taart van bakkerij Leo Geerts uit Biezenmortel. We staan vandaag op deze zonnige dag in september op de Haarseweg en we gaan deze keer naar de familie van Schijndel, nummer 13. Gaan we mee. Ik denk dat we achterom moeten, want ja, als we moeten door de... Nee, dat doen we niet, hè. Achterom werd, hè, denk ik. Ik weet het ook niet. Kijk maar. Oh, kijk eens. Ja, achterom. Dat is helemaal goed. Hallo. Kijk eens, lekker in het zonnetje. In de zon. Hallo. Hallo. Bezig voor de winter. Ja, hallo Rita. Oh. Je bent hier goed. Dankjewel. Twee zinnen van Loes van me. Kijk maar, september, de eerste weer naar de vakantie. Oh, geweldig. Ja, dat is heel mooi, hè? Heel mooi, dankjewel. Ik ben blij. Ik krijg een mooie plek, dankjewel. Goed zo. Nou, ik neem aan dat je ons programma kent, denk ik. Ja. Dus ik heb bij deze ook een heerlijke taart van de bakkerij Biezenmortel. Ja. En die mag niemand vergeten horen. Ja, hij ziet er heerlijk uit, maar hij mag niet hier blijven op nummer 13. Nee. Hij moet dan een ander nummer. Hij blijft wel op nummer 13. Oh, oké. Okay. Want ik heb Ad gezegd, als ik hem ooit mag weggeven, dan geef ik hem mijn eigen man. Nou, aan mijn eigen hand. Ik vind dat hij het verdient. Hij is voor Jan en alle man. Maar het belangrijkste is, hij is voor mij als ik het nodig heb. Ja. En voor onze kinderen. En daar ben ik heel blij mee. Dus hij verdient die taart. Hij is in de keuken. Hij komt net terug van de schutsen. Hij heeft een bobbeltje op. Dus, en weet je ervan? Hij weet er niks van. Nou, dus dat is normaal leuk. Dat vinden we altijd leuk. Als het niet weten. Zal ik hem even roepen? Misschien makkelijker. Dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Ja, dat kan natuurlijk ook aan de eigen man geven. Ja, de reden waarom niet, Bert. Toch? Dus ik ben benieuwd. Hij weet er dus niet van. Dat is op zich wel leuk natuurlijk. En dan blijft het daar toch aan deze kant. Hij heeft een borreltje op. Dus ik ben benieuwd. Hij zet het geweer weg. Oh, dan komt je zo aan. Hij komt net terug. Dan komen we zo bij je terug. Nou, hallo. Nou. Hey. Hi. Het is een bloemetje, het bloemetje van de steunzender. Dus eigenlijk ook een beetje, mijn bloemetje. Ja, maar dan zit er ook een taart bij en die mag ze niemand geven. En die geef ik aan jou. Ik vind aan dat ik vind dat jij het verdient. Er zijn heel veel andere mensen die hem ook verdienen, maar voor mij, ik vind dat jij het verdient. Zo. Nou, ik ben dol op taart. Altijd voor ons en voor Jan en allemaal. Het belangrijkste is dat je er vond bent. Dank je wel. Hartstikke mooi, alsjeblieft. Zo. Hebben we een mes? Ja. Dat denk ik wel, hè? Nou. Oké, dank je wel.
Graag gedaan. Hij is ook gegund. Ja. Toch? Prima. Doe het zo. Nou, dat was dan weer een bloemetje van deze maand. Ik zie u heel graag weer de volgende maand bij een nieuwe aflevering van de Steunzender van de Maand. En u weet het, bent u nog geen steunzender, bel dan vanavond nog naar 1869, sorry. En misschien zie ik u dan wel de volgende keer. Heel graag tot ziens. Wie van onze kijkers kan zich het mooie S voorstellen zonder het moderne kantoor van Van der Zanden BV in de Dorpsstraat? Deskundige medewerkers staan u met woord en daad bij in de steeds weer veranderende wereld van geld- en belastingzaken. Dankzij de aanwezigheid van de allermodernste hulpmiddelen zijn zij zeer goed op de hoogte van de laatste ontwikkeling. Kleine en grote bankzaken kunt u ook terecht bij Van der Zanden, want al jarenlang werken zij samen met de Regiobank. Wilt u kennis maken met de jonge, enthousiaste medewerkers en de ervaren leiding bij Van der Zanden BV? Loop dan eens binnen in het kantoor op de Dorpsstraat. Als u op zoek bent naar een auto, dan bent u hier op het juiste adres. Garage Langenbergen van Kuringen, al ruim 40 jaar het adres voor een betrouwbare nieuwe tweedehands auto. Naast deskundig onderhoud, reparatie, kleine en grote beurt, APK, roetmeting, schade en ruitherstel kunt u hier ook terecht voor het schoonmaken en vullen van uw airconditioning. De keuze uit ruim 100 gebruikte auto's en alle auto's zijn tevens voorzien van nationale autopas en minimaal 3 maanden BOVAG-garantie. Garage Langenbergen van Kuringen is al jaren BOVAG-lid en elk jaar worden we gecontroleerd op strenge kwaliteitscriteria die door BOVAG zijn opgesteld. Bezoek ons op de Krommaker 1 in Essen. Garage Langenbergen van Kuringen is geopend van maandag tot en met zaterdag en zondags op afspraak. In het kleine dorpje Es is Dorpshuis de Es het middelpunt van deze kleine gemeenschap. Gelegen in het centrum kunt u hier terecht met alle activiteiten in een warme, gezellige dorpse sfeer. Grote en kleine ruimtes zijn beschikbaar voor vergaderingen of het organiseren van leuke feesten. Na gedane inspanningen biedt de S natuurlijk ook de mogelijkheid om onder het genot van een lekker koud biertje of drankje alles nog eens uitgebreid aan de bar te evalueren. Want Dorpshuis de S biedt u en uw vereniging de mogelijkheid kennis te maken met de gezellige dorpse gastvrijheid die S u te bieden heeft.
En aan iedere ander dan vroeg hij, mag ik van u de strijdkreet, meneer? U bent er nog steeds vrolijk bij. Ja. Het is enig. Is het enig? Ja, heel leuk. Hoe vindt u het enig? Nou, ten eerste het sfeertje, gezellig, alle mensen zijn aardig. En het weer en de entourage. Gewoon leuk een dagje uit. Blijf maar gezellig zitten, ja, mevrouw. Dat vind ik ook, hè? Kijk eens, we zijn het er niet mee eens. Wat zegt u, mevrouw? Mijn bal ligt op de buurt, dat doen we jullie niet. Uw bal ligt op de buurt, komt u erbij, mevrouw. Komt u erbij, komt u erbij. Geweldig weer, hè? Dus de dames winnen van de heren. Ja. Zo hoort het ook. Zo hoort het ook. Meid. Dames en meneer, veel plezier. Doe. Ik heb wel de indruk dat ze niet allemaal koffie op hebben. Dat geeft niks, Christ. Dat moet ook kunnen. Hè? Ja. Een gezellige dag van maken. Zou de buurt er last van hebben? Dat zouden we kunnen vragen. Waarom niet? Hè? Hallo! Jazeker, mag ik u even een vraagje stellen? Er komen nou vandaag allerlei mensen zo voorbij gelopen. Ja. En het zijn er, ik weet niet hoeveel, maar zoals we nou gezien hebben, lopen ze toch wel een behoorlijk gaande lijn. Dus de straat is weinig vrij. Heeft u er last van? Helemaal niet. Helemaal niet. Wat vindt u? Gezellig. Vindt gezellig. En waarom vindt u gezellig? Ja, een beetje drukt in de straat en zo. En iedereen weet wel iets. We leven in de brouwerij. Ja, ik vind het wel leuk. Nou. Hartstikke leuk dat je geen last van hebt. En dat je meedeelt in de gezelligheid. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, is goed toch? Bedankt, hè? Oké, doe. Hij wel. Nou, nog meer. Mij filmen! Mij filmen! Ik heb het gedaan. Iets aan jou vragen. Maar we zijn hier zo muzikaal ontvangen door dit trio. Hartstikke leuk. Hallo, ik heb gezien dat er hier op verschillende lindenbomen allemaal groene linten zijn. Ze zijn eigenlijk versierd. En onder elke boom hangt een gedichtje. Ik krijg de indruk dat u eigenlijk iets kenbaar wil maken. Ja? Dat is heel duidelijk. Want die groene linten, dat is eigenlijk de kleur van de hoop. Dus ik hoop dat ze nog mogen blijven staan volgend jaar. En de jaren daarna en nog meer jaren daarna. En worden ze dan gerooid of zo? De plannen van de gemeente, de plannen zijn dat ze gerooid worden. 21 stuks en op de Harensweg ook nog even 17 lindenbomen. En heeft u iets gehoord wat de reden daarvoor is? Wat de gemeente aanvoert, dat zijn dan klachten van de bewoners en ze zouden instabiel zijn en verkeerd gesnoeid. Maar ik ben deskundigen gaan vragen, second opinion, en ze zijn toch helemaal goed nog te redden, want ze zijn weer goed te hersnoeien door een goede boomverzorger. En heeft u wel veel handtekeningen ontvangen? Ja, ik heb al heel veel handtekeningen gekregen door al die Jeu de Wol mensen die hier langskomen. Die zeggen, oh wat jammer dat hier deze straat dan weggaat, dat het helemaal kaal zal worden. En voor de voetgangers en fietsers die op andere dagen hier langskomen, daar is het ook jammer voor. Want het is echt een karakteristiek stukje straat. Ja, ja. En met cultuur. En de reden dus dat de mensen...
De reden is dat de mensen er dus overlast van hebben. De meeste bewoners hebben overlast van de lindenbomen. Van het blad. Ik weet niet wat ze allemaal voor redenen hebben, maar die willen graag die lindenbomen weg hebben. En u staat als enigste tegenover... Nou, er zijn er nog wel meer die graag een boom willen behouden. Ja, ja. En ja, als je het ook bekijkt, de huizen meer waard zijn als er een mooie boom voor het huis staat. Dan, en de straat is meer waard. Gewoon heel het... Ja, de cultuur van de straat en het natuurbehoud van dit stukje. Een lindenboom is inderdaad wel een hele karakteristieke boom. Ik wou tegen jou zeggen, meid, heel veel succes met jouw actie. Dank je wel, Nelly. Ja? Bedankt. Oké. Okay. Succes, hè? I hear that you are speaking English. Oh yeah, yeah. I'm from England. Yeah. Not from England. Yes. Yeah. And yes. You came here for playing? The competition, yes. Only for the competition? Yes. Well, our friends play in the competition. Patrick Thuot is our friend and Judith, and this is his father, René. Yeah. And we come to play. For 10 years now we've been coming. For 10 jaar? 10 years, okay. Yes. En u regelt het altijd? No, dat is mijn zoon en Toon van Albeek. Ja? Die regelt voor een onderdak en het leuk spelen op S. Ja. En al 10 jaar? 10 jaar, ja. En what's important for you to play every year, 10 years? Oh, because the Dutch people are wonderful. We have lovely friends. We have some fun. We have a beer. We play, and it's nice. We have some very nice Dutch friends. You go for the first. You go for the first. The first place. No. Oh, not now. No. It's too late after now. Today, we have lost two games. Yes, but we enjoy everything. Okay. It's for the fun. That's because it's a wonderful place, okay. And it's very sad that this is the last time that they play in S. Perhaps. No, maybe again. Perhaps it will be continued. Okay, yeah. But somewhere else. But yes, okay. Other people. Okay. Okay, so you tell us, and we'll come to that one as well then. Okay, from I England. I think you. Yeah, it's not a problem for me because. I win the first edition. Yes, the very first competition. 5 years ago. Uh-huh. I am a winner. You are the winner. The very first I one. I am a winner. Mm. The first and one. During the 25 years? No. because the people, the quality of the people playing, it's higher. It's good. It's nice that you when time you have the winner, yes. You are the winner. Yes, why not? Okay. Why not? Yes, the very first have one. A nice day. Thank okay. You. Bye. Bye-bye. Ja, ik moet dat kennen vinden. Als we nou nog een paar Italianen vinden. Zeg het maar. Frans al wat. Nou, nee. Frans is progressie, hè? Ja. Kan er nog meer bij? Of Quanta costa. Ah, ja. Sì, due espresso. Of doppio. Een capietje. Ik ga even de uitslag even. Hier is vragen bij de... Dingen of hun weten waar we moeten zijn. Ik denk dat ze hier rechts zitten. Dat ze hier rechts zouden zitten. Zullen we eens kijken? Ja, dat doe ik. Het begint nou net een beetje te regenen. Zouden ze hier zitten? Bij de kassa. Bij de kassa? Dat zou ik niet weten. Wij zijn op zoek naar Jan Snellaars en naar Koen. Weet iemand waar die zijn? Ja, maar waar? En waar moet ik die zoeken? Deze straat. Ja? Toch de Spankert. Dan moeten we weer terug. Baan 3 of 3? 300 en nog wat. Ik weet niet precies hoeveel. 300 en nog wat. Wij kwamen er net vandaan toen hun daar naar binnen rijden. Oké, daar gaat hij weer. Ach ja, laten we maar zeggen, dus aftrainen van de Vierdaagse. De muzikanten zijn er ook al 25 jaar. Dag heren. Jullie zijn voor de muzikale opluistering. Daar zit u, we drinken een biertje erbij. Ja, dat hoort erbij. En dit is de eerste keer dat jullie hier optreden? Ik denk de 20e keer, denk ik. De 20e keer, dus denk het wel. Geen 25 jaar meegemaakt, maar wel Net niet. En hoe bevalt het jullie? Leuk. Ja. Leuk. Ja. Dan zie je ieder jaar weer een mooi begin van het seizoen, hè?
Mooi begin van het seizoen. Ja, fantastisch. Al mooi weer hier, al gezellig. Gezellig, mooi weer. Ja. En tot lang blijven jullie hier nog tot een uur of zeven. Tot het donker wordt. Ja. Tot het donker wordt. Dat we niet meer kunnen. En, dan houden we op het laatst. Ja? Dat is het gezelligste. Ja. Oké, we komen straks nog eventjes terug om naar te luisteren. Ja? Succes ermee, hè? Hoi. Dan nog een oude bekende. Ja. Hoe is hij, Wim? Goed, jongen. Goed, jongen. Meisje. Als jij Wim zegt tegen mij, dus dan... Wil. Ja. Maar schat een beetje. Maar hij is wel lief. Leuk. Dat hoef je mij niet uit te leggen, nee, dat weet ik al. Ja, we kennen elkaar inderdaad al lang. Ja, ja. Dat is al een ver... Een dag, meneer Snellaars. Kijk. Zie je het? Zie je het? Ja, zeg maar moeder tegen hem, hoor. Dus ja. Hoor je dat, hè? Meneer Snellaars. Ja, ja. We zijn benieuwd of we hebben ze het kunnen vinden. We zijn al 3 keer S rond geweest. Ze hebben ons 2 keer, 1 keer naar de plankert gestuurd. Met Kees, dag Koen. Er zijn hier mensen die willen jou interviewen. Dat kan niet. En maar welke kant kunnen ze uitkomen? Maar dat is heel belangrijk. Wat zeg je? Het is heel belangrijk. Ik versta je niet. 305. Ja, als jullie in richting van baan 305 gaan, dan komt het goed. En wat kunnen we baan 305 vinden? Ja, dan moeten we zelf even zoeken. We moeten even op de bordjes kijken. Oké. Okay. Het blijft een puzzel. Ja, 305 moet even... Oké, we doen ons best. Is het oplopend of afgaand? Moet je even op de hoek kijken? Ja. Er staan bordjes van wat hier in de buurt is. Ja. Met de nummers. Als 305 daarbij staat, dan moet je daar gaan. Anders moet je even naar de... Oké, bedankt. Dames en heren, gildebroeders, gildezusters, ik wil graag verder gaan in onze vergadering. Dames en heren, gildebroeders, gildezusters, ik wil graag nou verder gaan met onze jaarvergadering die we net eventjes hebben onderbroken. In het bijzonder wil ik natuurlijk de 2 jubilarissen hier en hun familie heel hartelijk welkom heten bij deze bijzondere jubileumvergadering. Ook de lokale tv, hartelijk welkom hierbij. Onze burgemeester die zou hier ook graag aanwezig geweest zijn, ja, maar helaas, vakantie, hij is met vakantie, ja, hij zit in het buitenland. Ja. Maar ik wil toch allereerst vragen aan de 2 jubilarissen dat ze hier recht voor me zitten en inmiddels is dat gebeurd. 25 jaar geleden op de aprilvergadering in 1980 stelt hoofdman Grat Pijnenburg voor 3 gildeheren. En die gildeheren zijn R. van der Boren, R. Reinders en F. Plantema. Inmiddels hebben ze beter leren kennen en mochten we ze gewoon bij de voornaam noemen. In de jaren 80 was ons ledenbestand ruim 70 leden en daarnaast hadden we nog 13 gildeheren. Veel van onze gildeleden vragen zich wel eens af, wie zijn die gildeheren nou eigenlijk en wat doen ze voor ons gilden? Ik zal het proberen uit te leggen wat deze gildeheren voor onze vereniging kunnen betekenen en hebben betekend. In de jaren 80 vond de toenmalige hoofdman Gert Pijnenburg dat de gildeheren een belangrijke plaats kunnen innemen in ons gilden en ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft gehad. Als gewoon lid van gilden merk je daar niet zoveel van. Maar als bestuurslid, waar ik inmiddels 19 jaar zit, ben ik ervan overtuigd dat zij een hele grote rol hebben gespeeld in het voortbestaan van ons gilden. In rustige tijden merk je er bijna niks van, dat ze er maar bij horen. Maar in die tijden dat het minder goed ging, waren ze er en ze hebben ons echt gesteund. En ik kan daar wel een enkele voorbeelden van geven. In 1990 kwam ons gilde voor grote problemen te staan.
We moesten gaan verkassen naar een ander terrein om te kunnen schieten. Als we toen niet aan gildeheer Wim Lessert hadden gehad, dan weet ik niet hoe hij er nou voor gestaan heeft. Hij heeft zijn nek uitgestoken. Hij heeft zelfs dingen gedaan die eigenlijk niet door de beugel konden. Maar hij wist hoe belangrijk het gilde in onze kleine gemeenschap nodig was. En daar heeft hij echt de sloffen uit zijn schoenen gelopen. We kwamen voor een heel grote onkostenpost te staan. En hoe lossen we dat dan nou op? We hebben toen een beroep gedaan op al die gildeheren. En ze bij elkaar geroepen op het gemeentehuis om ze te vragen ons te helpen. Wij kwamen met een begroting van maar liefst 80.000 gulden, waar de heren toch wel een beetje van schrokken. Ik vergeet die vergadering niet zo gauw meer. Wij waren heel enthousiast, maar de gildeheren reageerden erg voorzichtig. Eigenlijk kregen we de kous op de kop. De reactie van Toon Reinders ben ik nog niet vergeten. Toon was niet zo enthousiast over onze begroting. Hij stelde het anders. Als bestuur en leden de handen uit de mouwen willen steken en laten zien wat ze willen doen en wat ze zelf ook kunnen doen, zullen de gildeheren zeker helpen. Maar eerst moeten jullie eens laten zien wat je bereid bent te doen. Dus de bal werd teruggespeeld naar ons en we moesten zelf laten zien wat we erover hadden. We zijn toen hard aan het werk gegaan op initiatief van gildeheer Friso Plantema. Ik noem telkens de gildeheren, want het zijn gildeheren waar ik over spreek en wat ze doen. Gildeheer Plantema die stelde voor om een fondswerving in het leven te roepen. En die werd ook ingesteld en onder leiding van gildeheer Huus Blom. Wij luisterden om te beginnen de opening op van het aspergeseizoen in Kijkduin, wat ons een mooi bedrag opbracht. Er werd een viertallen toernooi georganiseerd. De contributie die werd verdubbeld. Er werden rendeloze leningen door de leden verstrekt. Tom Verbrugge hield een sponsortocht op zijn fiets naar Lourdes voor het gilde. Een loterij werd gehouden. De plaatselijke middenstand werd benaderd. Nou, veel vrijwilligers zijn maanden bezig geweest om het terrein in orde te maken. De begroting van 80.000 gulden konden we terugbrengen door zelfwerkzaamheden naar 35.000 gulden. Ik denk dat toen de ogen bij de gildeheren zijn opengegaan en ze zeggen van nou, die mensen hebben inzet. Want toen al die gildeheren al onze inspanningen zagen, hebben ze ieder op hun eigen manier geholpen om het gilde een nieuwe toekomst te geven. Alle gildeheren hebben ons financieel gesteund. En het is natuurlijk heel verleidelijk om bij een gildeheer aan te kloppen die een bedrijf heeft. Maar Toon heeft nog nooit nee gezegd. Zo ook kon je bij Friso aankloppen en ook hij hielp waar je kon. Achter de schermen merk je pas dat gildeheren deuren kunnen openen die anders dicht blijven. Ze hebben vaak toch meer connecties als wij. Maar dat alleen zal zeker niet de drijfveer zijn om bij ons gilde te zijn. Uit de reactie van jullie in het verleden weet ik dat jullie het heel warm belangrijk vinden dat het gilde voor S behouden moet blijven. Zo'n stuk traditie, historie, mag nooit verloren gaan voor S. Mede door jullie steun is het gilde groot gebleven. En nu willen we vandaag even stilstaan bij jullie 25-jarige jubileum. Bestuur en leden willen jullie vandaag bedanken voor jullie steun en maak u beide een zilveren schildje opspelden. Bravo. Mag ik dan de toon beginnen? Ja, precies, de toon beginnen. Toon, bij deze onze dank. Thank you.
Viso. Dankjewel. Bedankt voor alles. Allee. Wat gaat gezonder. Dankjewel. Oké. Okay. Dat is wel, ja, ook gefeliciteerd. Ja, ja. Ik ben het. Ja, precies. Neem het woord. Ik geloof dat de heren zelf ook nog wilt zeggen. Want ik denk dat Friso. Friso nog iets. Ja, nee, Friso houdt die hoed maar op. Want jullie hebben allemaal wel gezien. Wij hebben hier onze gildeheren. Onze gildeheren hebben een zwarte hoed. En Friso heeft al eens gezegd: hé, hey, ik heb nog steeds geen hoed. Hoe komt dat nou? Nou, Friso, als je ze meer laat zien, je hebt tegen mij gezegd: ik heb meer tijd, dan zal er zeker wel een gilde hoed aan zitten. Ja, oh ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Maar één ding is zeker, en ik heb geen microfoon nodig. Het is wel aardig dat als je naar diverse activiteiten van het gilde gaat, dat Rini, dat is mijn vrouw, al 41 jaar getrouwd, en ik ken haar nog veel langer, dus kun je nagaan hoe lang die toestand duurt, dat ze zegt van: je hebt geen hoed. Ik zei: ik heb wel een hoed. Nou, het hoed is in het gilde een bepaalde, heeft een bepaalde dimensie. Maar één ding is zeker, ik krijg binnenkort op de een of andere wijze een hoed. Maar het is een buitensporige maat. En ik hoop, Toon, dat jij ook zo'n hoedje krijgt. Want als we naast elkaar lopen, dan lopen we niet voor lul. Oké, zou ik hem even mogen lenen? Ja, zeker! Ja, als het dan toch officieel is, dan ben ik nu in ieder geval helemaal compleet. Ja, gilde broeders en zusters, om jullie taal maar te spreken. Ik ben eigenlijk niet zo echt een actieve gildeneer. En het ligt ook een beetje aan, ja, ik heb net zoveel als heel veel andere mensen, maar ja, met name de laatste 10, 15 jaar wel een heel druk leven gehad. En heb ik de zekerheid van de AOW. Ja, zo'n zekerheid heb ik in mijn leven nog nooit gehad. Ja, en ik denk dat de toekomst toch wel meer gelegenheid biedt om aan jullie meer aandacht schenken. De binding met S, die dateert voor mij, ik denk uit 1966, 67. Ja. En vanuit die tijd is ook de binding met het gilde. Hoewel ik toen geen gildeheer was, maar als ik rondkijk hier, dan ken ik toch heel veel mensen nog heel persoonlijk. En ik ken ze allemaal uit de tijd dat ze allemaal nog donker waren. Ik heb zo zitten denken, waar zijn die mensen daar allemaal oud geworden? Geen spiegel bij me. Maar ja, zo is het leven nou helemaal. En ik hoop vooral met jullie in de toekomst het heel goed gaat met de vereniging. Ik denk dat er best ook een reden is waarom het gilde moet blijven staan. Behalve dat het een traditie is. Want de maatschappij van vandaag, die eigenlijk... ja, niet meer gericht is op solidariteit. Ja, en toch, als ik hier de vergadering bijwoon, dan proef ik toch ook geïnformeerd te zijn. Ze zijn er, dan voel ik toch solidariteit. En ja, met de jeugd erbij, denk ik dat je toch heel wat uit te dragen hebt, waardoor het in de maatschappij in ieder geval ja, een bijdrage is. En dat is een reden te meer dat ik zeg, die gilde moet blijven staan. En, als er iets is, dan moet ik komen even doen. Oké. Okay. Bedankt. Ja. Ik zal met de passen moeten gaan. Oké, dankjewel. Bedankt voor de woorden van Friso en Toon. Ja, broeders en zusters, dan zijn we aan het einde van onze vergadering. Ik wil jullie verzoeken even gaan staan en de vergadering te sluiten met de christelijke groet. Geloof zij Jezus Christus. Dankjewel.
kern van Haren heeft de warmste bakker. Echter de kleinste kern heeft de grootste bakker. Bakkerij Geerts uit Den Bietenmortel levert in de gehele regio brood en gebak van hoge kwaliteit. Zowel aan particulieren als bedrijven. Met allerlei soorten brood en de diverse afbakproducten kunt u kennis maken. Vandaar levert Bakkerij Geerts elke dag vers. Bakkerij Geerts is ook bekend van zijn lekkere taarten met of zonder opdruk. Wilt u meer weten? Bel even met 013 5 3x1 458. Ook al is Esma zo klein, er is wel een zelfstandige doe-het-zelfzaak aanwezig. Geheel in de stijl van Brabantse vriendelijkheid en hulpvaardigheid kunt u hier terecht voor al uw doe-het-zelf artikelen. Voor een groot assortiment met lage prijzen hoeft u geen extra kilometers te rijden om uw klus tot een goed einde te brengen. En, al hebben mannen de naam handig te zijn, maar bij de vakmannen S is het Nels Konings die samen met u de beste en goedkoopste oplossing zoekt voor de kwijtjes. In dit geval is het dan ook niet de vakman, maar de vakvrouw. Wilt u goedkoop en deskundig geholpen worden, loop dan eens binnen en overtuig uzelf. De vakman achter de kerk. Garagebedrijf Erik Pijnenburg uit Best bestaat uit verschillende onderdelen die zorg dragen voor u en uw auto. Voor onderhoud, reparatie of APK-keuring kunt u terecht bij garagebedrijf Erik Pijnenburg. Indien u handig bent en op zoek naar goedkope auto-onderdelen, kunt u terecht bij CarPass Best. Wilt u een bus of auto huren? Informeer dan bij garage Erik Pijnenburg of bij CarPass Best, want die zorgen goed voor u en uw auto. Nou, we zullen maar hopen dat we hier 306 vinden. We zijn S al 3 keer rond geweest en zo groot is S nou toch ook weer niet. Maar we kunnen ze niet te pakken krijgen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken hier. Nou, hier hebben ze echt, dit is ook voor ons ook nieuw, denk ik. Ja, dit terrein heb ik nooit geweten dat het erbij hoorde. 301. Dan moet dit 302 zijn. We gaan de goede kant op. Hier zijn de beide heren. Maar uiteindelijk hebben ze gevonden. Ja, ja. Ja, mooi laten zitten.
Hi. Wij wilden jullie dadelijk heel eventjes iets vragen, maar wij wachten wel tot jullie tot de partij afgelopen is. Oké? Ja, prima. En hoe staan jullie ervoor? We staan gelijk, 5-5. 5-5. Ja, wel beter gooien, hè? Voor de wedstrijd. Jullie hebben wel een mooie plek uitgekozen, Koen. Moet je zien met al die Al die mooie, prachtig. En wat denkt u van dat beeld zo? Over het Essenbeekdal. Ja, ik vind het geweldig. Ik heb gehoord dat het weer, dat het Essenbeekdal weer. Ik heb maar één bal, hè? Die gaat meanderen. Laten we dat hopen. Houden we mooi voor, hè? Heel belangrijk, anders kost ons te veel punten. Ik vind iedereen heel veel, maar. Ik vind het toch wel zelf het liefst, hè, jongen? We zijn in het heetst van de strijd. Hij ligt. Ja, het is niet spectaculair, maar goed. Hij ligt. En nou hebben jullie geen worpen meer. We hebben geen worpen meer. Ja, mooie bal. We zijn op, hè? Ja, we zijn op, ja. Jammer genoeg zo. Ik heb tijd nodig om het terrein te leren kennen. Er zijn er drie. Er zijn er drie. Ja. Er zijn er drie te veel. Nou. Ja, ja. Ja. Zo simpel. Neem maar zo een spelletje toch. 8-3, 8-5. Hier wil ik geen opmerking over. Laat ik dat even opstellen. Goed mee. Hallo, heren, Essenaren. We staan in de baan. Ja. Kom. We gaan gewoon het oerwoud in. Dat kan. Je kunt hier overal, als je de boeren, je kunt zo het oerwoud in. We wilden nog meer. We hebben mensen aangetroffen uit Engeland. We hebben België gehad. Mensen uit het noorden van het land. En dan zijn we eigenlijk ook wel blij dat we een paar Essenaren tegenkomen. Eén Essenaar, die komt uit Vught. Eén Essenaar. Nou, vooruit. Ja, Vught is nog geen S, hè. En hoe vaak heb jij al meegespeeld? Hoe vaak ik heb meegespeeld? Ja, zo hier met het beeldje. Nou, ik zou daar geen schatting over durven te maken, maar een keer of 10 of zo. Ja, zoiets. We horen wel voor het bij de inboedel, vind ik zelf. Ja. En wat ik eigenlijk een hele belangrijke vraag. Ik heb eigenlijk een belangrijke vraag en die wil ik aan jou voorleggen. Vertel eens. Nou, Koen en Jan, die gaan ermee stoppen. Ja. En hoe zie jij de toekomst? Ik hoop dat iemand het oppikt. Zelf je belangstelling? Het lijkt me een waanzinnig zware klus om dit goed te organiseren. Ja, hoe meer schouders onder een klus gezet worden. Nou ken ik Koen van dichtbij, zou ik maar zeggen. Ja. En ik zie dat hij er maanden aan werk vooraf heeft gegaan. En dat het een waanzinnige klus is om dat dan toch voor elkaar te krijgen. Nee, ik zie mezelf dat niet doen. En ook niet samen met anderen? Dat je dus taken kunt verdelen?
luister, ik sta altijd open om een stukje daarin in te vullen. Dat is geen punt. Ah, dat is maar, positief. Maar ik ga niet de organisatie op me nemen. Nee. Oké, maar het is al positief dat je in ieder geval mee wilt denken aan een oplossing om het toch voor de toekomst wellicht te stellen. Maar ik had begrepen dat er mensen waren die het op zouden pikken, toch? Nou, we hebben nog geen gesprek gehad met Jan en met Koen. Dus wellicht hebben we daar dadelijk iets meer van te weten komen. Maar het is ook altijd wel leuk om te weten of er... Als Essenaar spelend, of jij misschien ook inderdaad interesse hebt om het toch mee voor te zetten. Want het is toch ontzettend leuk, 25 jaar. En als je de mensen hoort, iedereen enthousiast, iedereen... ik heb maar één getroffen die vandaag voor de eerste keer was. En de anderen zijn er eigenlijk meerdere keren geweest. Ja. Dus het zou eigenlijk toch wel jammer zijn voor... En voor het spel. En voor S. Nee, het is gewoon hartstikke gezellig. We hebben hier net tegen mensen uit Boksel staan spelen. Ja. Uiteindelijk hebben we verloren, moet ik met pijn in mijn hart zeggen, met 13-11. Maar het was de leukste partij die we vandaag hebben gespeeld. Dus ondanks dat je verliest, heb je gewoon hartstikke veel plezier. Ja, je gaat voor de hoofdprijs natuurlijk, maar ja. Nee. Dan moet je in de finale zijn. De finale is niet voor ons weggelegd. Nee. Nou, oké. Zelfkennis is ook belangrijk. Wij gaan dadelijk weer lekker aan een glaasje wijn in de zon. En wij hopen dat we volgend jaar weer al genietend mee kunnen spelen. Ik hoop het voor jullie. En ik hoop in die zin een oproep naar mensen uit S om daar ook massaal aan mee te doen. Want ik merk wel dat er wat mensen uit S meedoen. Maar net zoals jij zelf zegt, we komen er niet zoveel tegen. Nee. En hoe meer, hoe liever. En ik weet ook, in het verleden, Koen hield er ook altijd ruimte voor. Om mensen zelfs op het laatst nog in te kunnen laten schuiven in het toernooi, zeg maar. Nou, kom meedoen, want het is gewoon lol maken. Als ik volgend jaar niet hoef te interviewen, dan wie weet, ben ik van de partij. Okay. Maar ik weet zeker dat ik voor jou verlies, jongen. Nou, ik zal je vertellen, de eerste keer dat wij meededen, een jaar of 10 terug, begon de eerste partij en toen hebben we ons eerst de spelregels uit laten leggen, want daar wisten we gewoon helemaal niks van. En zelfs vandaag hebben we weer dingen geleerd waarvan we niet wisten dat er bij de spelregels horen. Wij zeggen altijd, wij pieken dit jaar. En we pieken op dit toernooi. Ja. We doen dus maar aan één toernooi mee, dat is alleen hier. En hier scoren we maximaal. Ja. Of we nou winnen of verliezen. Ja. Leuk. Ja, precies. Ik zou zeggen, wie weet, de volgende partij dat je wel wint. We doen ons best. Om het leuk te houden. Ja. En we hebben er één gewonnen vandaag, dus dat komt helemaal goed. Niet meer lege handen thuis. Nee, zeker niet. Hey, goed. Succes ermee, hè. Doei. Doei. Uw bericht bij Loes op TV. Stuur uw bericht naar loes@sweb.nl of surf naar www.sweb.nl. Heeft u geen internet? Doe dan een briefje naar Holsberg 32 in S. Thank you.
Meneer Melis, Europalaan gefeliciteerd met de waardevorm van Plus Supermarkts op Zeelissen. We gaan verder spelen met het oranje blaadje van uw boekje. Oranje blaadje voor één rijtje, alleen achter de letter B. Dat is geldig en als u dat rijtje vol heeft, dan gaat u bellen. Weer heel veel succes. 71. 24. 9. 43. 40. 44. Bingo! We hebben bingo op nummer 44, het bingo getal. We gaan wachten op de gelukkige winnaar. Mevrouw van de Heuvel, Sint-Severenstraat, u bent de gelukkige winnares geworden van die €250 van het bingo-getal plus €10 van één rijtje. Gefeliciteerd! Mensen, het bingo-getal is er dus uit. Volgende week kunnen we alweer gaan starten met €150. Dus volgende week het bingo-getal €150. We gaan verder spelen voor drie rijtjes vol. Achter de B, de I en de N. Drie rijtjes voor €25. Weer heel veel succes. Jan en Koen, ja. De organisatoren al 25 jaar lang van dit grandioze boeltoernooi. Hoe zijn jullie er eigenlijk toe gekomen om daar 25 jaar geleden mee te beginnen? Ja, hoe zijn we toe gekomen? Het is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Het is gewoon vanzelf ontstaan. Wij vonden het leuk om met een stel mensen een boelclubje op te richten. En dat waren wel Essenaren die daaraan meededen ook nog. Nog een keer schieten. Nee, die waren ook weer Jan, weet je dat nog? Wat namen? Er zaten er allemaal bij. Ja. Achteraf niet meer zo relevant. Nee, in ieder geval een paar Essenaren zaten erbij. Ja. Verschillend hoor. De Bakker. Vanuit de Essenclub eigenlijk zeg maar begonnen. Ja. En ik heb een stuk gelezen in de krant, aanvankelijk met een kleine groep. Klein groepje, ja.
Daar kwamen dus aanvankelijk dus met een kleinere groep. Ja. En naar de hand. Ja, maar die kleine groep die is ontstaan ook uit een groep die ook lid waren van de gilde, lid hiervan, lid daarvan. En onnamelijk inderdaad iedere zondagmorgen dat uurtje op te brengen, ja. Dat was toch te veel. Kan ik me heel goed bij voorstellen. Je bent lid van een bepaalde club met liefde en plezier. En dan kom je op een gegeven moment bij zo'n boekclubje, wat toch een beetje vreemd is. Dat is toen een beetje verslapt. Hè? Na een aantal weken, af en toe regende het wel eens. En dan waren ze er niet natuurlijk. En andere keer dan hadden ze iets anders te doen. Dus op een gegeven moment werd het steeds minder. Maar we hebben wel meteen al gezegd, we moeten ook een toernooi organiseren in het najaar. En Jan kende nogal wat mensen vanuit de boelwereld, wat hij voor de bond speelde. En die nodigde hij dan uit. En dat was de eerste keer 36 mensen. En dat viel erg goed in de smaak. En we hebben dat volgend jaar weer gedaan. En dat bleef doorgaan. En er kwamen steeds meer mensen op af. Want onze formule die sprak al aan. En er werd constant verdubbeld. En waarom? Als je dat een beetje afzet tegenover de nationale competitie, dan werd steeds fanatieker. Mensen die hebben ook steeds meer behoefte aan gezellig spelen, wel fanatiek. Ja. Proberen te winnen, je had een spel voor. En als je verliest, dan was dat minder traumatisch dan in de nationale competitie. Vandaar dat wij ook nu, de hele dagen hebben wij zoveel mensen die we nog moeten weren. Anders hadden we hier met een paar duizend mensen gestaan, bij wijze van spreken. Waar is de belangstelling zo groot? Ja, er zijn altijd veel meer aanmeldingen dan ik kan plaatsen. Want je moet toch de baantjes wel weer zoeken in Essen. En jullie zijn dan wonderwel ook dit jaar weer ingeslaagd. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit geweten in al die 25 jaar dat er hier geboekt werd. Nee. Dat is ongelooflijk. Oh, nou, wij doen dat ieder jaar hier. Maar goed, het is inderdaad een prachtig stuk. En als het dan heel erg veel geregend heeft, dan is het heel veel modder. Dan kun je gewoon niet spelen. Ja, dan moet je weer een andere. Dus wij waren de afgelopen week heel bang dat het te veel zou regenen. Maar het viel ontzettend mee. Want ook gisteren, de dag waarop volgens voorspellingen de hele dag zou stortregenen, is dat heel erg meegevallen. Het was een beetje een paar mieselbuitjes en toen was het dan. En wat ook kenmerkend is, althans, we hebben dus verschillende mensen geïnterviewd, wat ook kenmerkend is toch, dat de mensen over het algemeen de indruk hebben dat het bijna altijd mooi weer is. Ja, dat is ook wel, is ook wel zo. En nou, na 25 jaar valt de doek. Ja, dat valt de doek, ja. Nou, valt het doek. Dat wil zeggen, zo. Wij doen het niet meer. Nee. Maar het is misschien ook een beetje mooi geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik vind maar het leuk, is er wel hoop op een doorstart? Ik hoop wel. Dat hoop is alleen wij samen wel. En er zijn best een aantal mensen die zich daar niet voor aangemeld hebben. Want dat is nou op dit moment is dat niet relevant. Nee. Voor ons is dit toernooi, als dat met veel plezier afgesloten wordt, dat is voor ons het grootste cadeau. Ja. Laat ik dat even opstellen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En ik denk ook dat het, laat ik zo zeggen, ook weer na een bepaalde tijd goed is dat er weer ander bloed in komt. Ja. En jullie hebben 25 jaar de kar getrokken. En ik denk dat heel veel mensen jullie heel erg dankbaar zijn voor de leuke, gezellige, fijne, gastvrije dagen die ze hier in Essen hebben beleefd. Want de interviews die we gehad hebben met de andere, zeg maar door het dorp lopend, gastvrijheid... Gezelligheid. Ja. Dat zijn toch. Ja, maar dat is ook hetgeen wat bij ons voorop staat. Dankzij de Essenaren. Dankzij de Essenaren. Het is ongelooflijk dat de terreinen beschikbaar stellen. En dat is, broodjes met koffie en zwaard zetten. Ja, maar ook zult met brood en koffie. Ja, we kennen een aantal mensen die inderdaad, en vooral één persoon die heeft dat ieder jaar gedaan. Zult. Nou, alle mensen uit Nederland kennen die man, die plek, die vrouw, die man, die familie. Dat is toch schitterend. Ja, schitterend. Ja. En daar genoot hij ook ieder jaar van. Hij heeft die mensen ook leren kennen. Hij speelde zelf niet mee, maar heeft ze wel leren kennen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ja. Stuurt brieven heen en weer. En dat, hoe kijk je nou terug op die 25 jaar? Nou, met tevredenheid. Want wat ons doel is eigenlijk gelukt. We hebben eigenlijk heel veel mensen plezier kunnen geven. En ook het inzicht kunnen geven van waar het eigenlijk om gaat met dit spel. Het gaat niet om alleen maar fanatisme. Het gaat ook om die kameraadschap. Hè? Om het samen
spelen. Je speelt niet alleen tegen elkaar, dat doe je natuurlijk ook, maar je speelt ook met elkaar. En wat voor jou, Jan? Sluit je aan bij Koen of zeg je van... Ik ben er echt helemaal mee eens. Je speelt niet alleen op deze wereld, maar je speelt met mensen. En dat moet je op zo'n manier doen dat dat acceptabel is voor elkaar. Het moet niet zo zijn dat je elkaar moeilijk een hand kunt geven, bang om te verliezen. Nee, je geeft elkaar een hand en daarna ook, ondanks dat je verloren hebt. Ja. Mag ik jou dan een hand geven, Jan? En heel hartelijk bedanken voor die 25 jaar die jullie zo enthousiast ingezet hebben. Dankjewel, Matt. En ik hoop van harte dat het doorgaat. Want zoiets moois, zoiets waar ja, is, ja, kleine is S weer groot in is, ja. Moeten we toch eigenlijk zo behouden. Koen, hartstikke bedankt. Ja. En ik zou zeggen, ga lekker genieten van de vrije tijd die je nou doen. Over hebt. Dat ga ik zeker okay. doen. Oké, okay, bedankt en nog succes. Dankjewel. Dankjewel. Doei. In die 25 jaar is het toch van een klein groepje zeg maar, uitgegroeid tot meer dan 1000 enthousiaste mensen. En wat vindt u daar zo gezellig aan het essen? Alles, hè, de entourage. Hè. De entourage? Ja. Yeah. Niet spel? Nee. Het is maar voor het amusement. Voor het amusement. Hè. Voor het amusement. Dan ben ik nee, het spel, ja. Het hoort erbij, maar... Het spel is natuurlijk leuk op zich. Maar dit is dit, hè. Alles eromheen. En lekker muziekje, lekker bolletje. Oké, okay. Nee. Ik zou zeggen, we pakken er nog één. Ja, dat komt, okay. Dat komt vanzelf goed. Heeft u ook meegespeeld? Ja. Ja? En, ja. Waar komt die vandaan als kraak? Bokstel. Oh, dan hoef je niet zoveel te reizen. Nee, deze keer niet. En hoe vaak heeft u meegespeeld? Dit is de eerste keer dat we meedoen en we hebben van de 3 wedstrijden nu 2 gewonnen. Zo, en hoeveel wedstrijden moet u nog? Nog 2. En? Dus spannend, hè? Spannend. Ja, dat is wel heel spannend. Dus u gaat dus inderdaad toch wel voor het winnen? Ja, we gaan voor het winnen. Oké. Okay. En hier even inspiratie op doen bij de liederen, hè? En af en toe ja, en een neutje, hè? Ja. Houd het recht. Oké. Okay. Heel veel succes, zou ik zeggen. En wie weet. Dank u wel. Ja? Oké. Okay. Wat stel je nou te doen? Net Telegraaf. Voor de NOS. NOS. Voor Loes. Nee, heb je meegespeeld? Ja. Ja? En waar komt u vandaan als ik vraag? Uit Sertogenbosch. Sertogenbosch. En hoe bent u nou bekend geworden met het S-toernooi? Omdat de organisatie van het S-boeltoernooi in onze club zit, het Buutje. Aha. De oudste club van Nederland. Ja, ja, en daar kent u het van. En hoe vaak heeft u al mee? Nee, je bent je draad vergeten. Wat ben ik vergeten? Je draad. Meneer, de techniek staat tegenwoordig voor niets. De techniek staat tegenwoordig voor niets. Hoe lang spelen jullie al mee? Ik denk 15, 20 jaar. En al ooit winnaar geweest? Ja, nog 2 keer, hè, denk ik. Ja. Wie weet. Niet moeten, we mogen nog 2 keer. We mogen nog 2 keer, oké, sorry. Oké. Hey. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom, kus me en ga met me mee. Vaar verstreken. Het schip kwam nooit weer. De matroos kwam nimmer meer. Het meisje zei wacht nog, haar hart vol verdriet. Kom, kus me en vaar met me mee.
niet eens aan dat ding. Nee. Vaar met me mee om de wereld, mijn kind. Kom kus me en vaar met me mee. Hij doet het wel. Komt u voor de gezelligheid, voor de sfeer of voor het spel? Nee, we komen voor de ambiance. Alleen maar voor jou. Hoeveel mogen jullie er nog? Hoeveel kan je twee? Nou ja, nog twee. Nog twee, oké. Okay. Jullie kunnen beter zingen. Jullie kunnen beter zingen. Hey, succes, hè. Ja, oké. Dit was dan een impressie van het 25e boeltoernooi hier in S. Wij hopen dat u net als wij er enorm van genoten heeft. Dankjewel. Tot ziens. Het is toch weer heel erg mooi weer geworden. En dat komt natuurlijk door de naam van onze prinses, Prinses Claire. Dat heb je in ieder geval al heel goed gedaan, dit mooie weer. Ik hoop dat jullie weer een heel fijn en een geweldig carnaval mogen vieren. Wat ook in het teken mag staan van de kunst. En dat we ons geen kunstjes zullen laten flikken, om het zomaar eens te noemen. En dat we er allemaal heel kunstzinnig en met heel veel creativiteit een heel prachtig mooi feest van mogen maken. Nou, jij mag het spitsgras bijten. Ik heb de grote prins een opdracht gegeven dat hij een kunstwerk moet maken van 11 bij 11 bij 11 bij 11.
Ik heb dat thuis ook eens even geprobeerd. Daar heb ik toch nog even tijd voor gehad de afgelopen dagen. Daar heb ik dit van gemaakt. Dat is een kunstwerk ter ere van Kwakbol Prinses Claire. Van 11 bij 11 bij 11 bij 11. Je moet het niet nameten, want dan zal het vast niet kloppen. Dit is voor jullie en daar zit een brood in, een groot kwakbollenbrood. Daar wil ik alleen maar mee zeggen dat er naast het brood eten ook een heleboel andere dingen zijn die we vandaag met elkaar kunnen vieren. Ik hoop dat je dat een beetje begrijpt. Dat is voor jullie. Een prachtig standbeeld staat er bovenop van Prinses Claire met haar adjudant. Ik wens jullie heel veel plezier. Dan geef ik jou eerst het woord en dan krijg je van mij de sleutel. Alsjeblieft, hele fijne carnaval. Kwakbolletjes. Tja staat S in het teken van kunst. En daar hebben we bij het maken van de onderscheiding rekening mee gehouden. Want het is een kunstwerk en hij is 11 bij 11 bij 11 bij 11. En nu hoopt de burgemeester dat hij erin krijgt. En dat is misschien ook wel zo. Maar hij moet er wel wat voor doen. Nou burgemeester, daar sta je dan. En je denkt zeker, wat moet ik nou doen? Nou, je krijgt van mijn adjudant en mij krijg je een opdracht. En je moet eerst 4 ballonnen uit het publiek halen. Maar je hebt maar 1 minuut de tijd. En mijn adjudant houdt de tijd bij. En als het niet goed is. Nou, daarna vertel ik het verder. Dus je bent nog niet klaar. Ik heb nog de sleutel, hè? Die heb jij nog niet. Nee. Nou, maar als je wat dan moet ik doen? Ja, 4 ballonnen uit het uit het publiek halen. Dan moet ik je toch niet van kanker afhalen. Ja, als je het goed doet. Maar nee, wacht even. zij moeten tijd bijhouden. Wacht, zeg maar. We zijn nu hier bij de Witte Brug, ofwel de Kasteelse Brug. We hebben hier toevallig onze burgemeester, de heer Letschert, hier. En dan wou ik even aan hem vragen hoe dat de situatie op het ogenblik is. Nee, het ziet er heel somber uit. We hebben vanmorgen al regelmatig contact gehad met het waterschap over wat de ontwikkelingen zijn.
Piet van Gerven vanmorgen na overleg is geëvacueerd. Althans, de 80 koeien zijn elders ondergebracht. Weer op een hele fijne manier met hulp van alle collega's. De dijk is daar toch wel door, als we het zo mogen zeggen. De dijk lekt er zoveel dat er sprake is van een dijkdoorbraak. Nou, en hier, het water loopt, stroomt nog. We blijven binnen de dijken. De komende dagen moeten we even afwachten of het water kan blijven stromen. Of het Bossenbroek onder water wordt gezet en dat soort dingen. Want dat zou dan de grote opvang moeten zijn voor het hele stroomgebied hier. En dan wachten wij de berichten maar af. Maar ik neem aan, dus wat u zegt, als ze het Bossenbroek onder water gaan zetten, dat we daar natuurlijk ook de problemen met de Rijksweg zullen krijgen. Nou ja, maar goed, dat heb ik ook alleen maar van de radio en van de tv. En dat zijn natuurlijk hele dramatische beslissingen. Maar ja, je ziet het is hier verzadigd, het is op. Ja, en inderdaad, zoals u zegt, hier achter ons aan, daar is dus... In de nabijheid van Vergerven is dus inderdaad de dijk weer doorgebroken. Ja, ze hebben het wel, is wel wat opgehoopt, maar het water loopt er dus dwars doorheen. Ja. En het zal 20 centimeter onder water komen. Want volgens onze laatste informatie schijnt ook dezelfde situatie achter op de ruiting te zijn. Want er schijnt het water ook eroverheen te lopen. Dus. Ja. Oké, ik wil u in ieder geval hartelijk danken en veel sterkte. Ja, dankjewel. Tot ziens. Nou, welkom bij Chicago. Hele volk niet nooit geweten hebben dat het zo mooi wordt opgeboren. Dankjewel, neem mezelf ook in. Heer, wij bidden u, stort uw zegenheid over deze vergadering, wil onze geest verlichten, onze beraadslaging geleiden, opdat we geen ogenblik mogen tekorten aan onze plicht en in staat mogen zijn de belangen van onze gemeente met alle krachten te bevorderen. Wij dragen onze arbeid op tot meer de eer en tot welzijn van onze gemeente. Over de vergadering, hartelijk welkom. Thuis bij Loes. We hebben aangekondigd dat we zelf ouderwets flink zullen roken vanavond. Dus ik weet niet of dat nadeel invloed heeft op de andere betekenis van het woord kijkdichtheid. Dus als het goed is, voor de stroom is toegestaan. Ik wou er maar een uitermate ontspannen en een goede vergadering van maken. Een beetje een wat folkloristische, weet je nog wel, in die oude tijd. Ik ben er altijd gezond bij gebleven, dus waarom zou ik dan later? Nou, ik wou daar nu geen discussie over voeren, Cor. Zo gezien de 8,5 jaar dat wij elkaar hier verder ontmoeten, misschien wel iets veranderd. Maar daar is misschien nog eens een keer in de buurt een goede gelegenheid voor om daar eens iets over te zeggen. Of Sinterklaas bijvoorbeeld. Hij zelf. Ja, net 15. Ja. Goed. We missen wat.
Als we terugkijken op die dagen in Ierland, wat was dan voor u een van de hoogtepunten? Nou, een van de hoogtepunten van wat ons gepresenteerd is, vind ik zonder meer de Brew voorstelling van de folkloristische dans. En waarin je ook, vind ik, heel duidelijk naar voren komt wat dat volk in de loop der eeuw heeft doorgemaakt. En hoe ze dat hebben omgezet in muziek en toch een enorm enthousiasme en doorzettingsvermogen. Dat vind ik prachtig. Ja. Ja. Bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En ik vond het heel fijn dat jullie erbij waren. Maak er een mooie verslag van. Alleen al voor het nageslacht, maar ook om al die mensen uit Es enthousiast te maken. En ook enige ondersteuning in de toekomst te kunnen en mogen geven voor deze uitwisseling. Dan mogen we misschien volgend jaar weer mee. Als je je best er maar voor doet. Oké, bedankt.